Opnieuw bijna anderhalve maand verder. Op een regenachtige dag in augustus keert de kist voor even terug naar zijn vaste stek in Delft om onder handen genomen te worden door textielspecialist Daphne Rijs. Okay. Herman en Otter die heeft de buitenkant van de kist gerestaureerd. Ik ga het textiel daarvan van doen. Het textiel zit vastgenageld aan de kist. Dat maakt het lastig om het te kunnen behandelen. Vandaar dat we eigenlijk lokaal dingen gaan uitvoeren. Het eerste is eigenlijk stofzuigen. En dat stofzuigen gebeurt met een heel speciale museumstofzuiger. Met een kwastje wordt het vuil voorzichtig losgemaakt. Want als de stofzuiger direct op de stof gezet zal worden, raakt de stof nog verder los en beschadigd. Maar de stofzuiger is natuurlijk niet het enige. Als die stof gezogen is, dan gaan we de stof ondersteunen. De bedoeling is dat die weer redelijk in de kist terechtkomt zoals die hoort. Zodat alle gaten die erin zitten niet verder kunnen gaan en alle winkelhaken die ik ben tegengekomen niet verder zullen scheuren. En dat die niet zijn eigen gewicht hoeft te dragen. Aan het materiaal en aan de manier van naaien kun je zien dat het een oude stof is. En Daphne deed nog een bijzondere ontdekking. Ga ik hem weer even zo leggen. En hier in een van de onderste stukken zit een klein merkje. Het is een klein strikje, hebben ze geborduurd. Dat is ook iets wat vroeger veel gedaan werd, vooral bij linnenuitzet. En er werd er vaak nog een getalletje onder gezet hoeveel linnen er in de voorraad, maar in de linnenkast lag. Dus we kunnen niet met zekerheid zeggen dat het oud is. Maar het neigt er wel naar dat het een oude stof is. Geschokt bij de aanblik van het textiel was Daphne niet. Nee, het is wel iets wat je verwacht van zo'n oude kist. Het is natuurlijk gewoon vuil. Het heeft, er is jaren niks aan gebeurd. Textiel vervalt. Het is een natuurlijk product. Dus het is een natuurlijk degradatieproces. Dus het is wel iets wat je verwacht. Als Daphne klaar is, gaat de kist weer op reis. Naar een tentoonstelling in Utrecht. Om daarna weer terug te keren naar zijn vaste plaats in de collectie van het Prinsenhof.